Dierenartsen maken zich zorgen over een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. De open dag van KI Kampen is een groot succes geworden. En melkveehouder bespaart 65 ton krachtvoer met eigen sojateelt. Dierenartsen maken zich zorgen over een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Nederland. Vorige week is de ziekte bij enkele wilde zwijnen in België aangetroffen. Voorzitter Merel Langelaar van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Ja, ik maak me daar wel echt zorgen over dat de Afrikaanse varkenspest Nederland zal bereiken. Dat is een zorgwekkende situatie. Langelaar denkt nog terug aan de varkenspest die in 1997 in Nederland uitbrak. Dat zijn natuurlijk wel de beelden die iedereen voor ogen heeft. Als je denkt aan een uitbraak van een besmettelijke dierziekte onder varkens, en in dit geval de varkenspest. En dat heeft toen enorme gevolgen gehad voor Nederland. Dus dat, daar denk ik zeker aan. En dat, ik hoop van harte dat ons dat bespaard zal blijven. Ze ziet dat de varkenshouders alert zijn, maar vindt ook dat de burger op moet letten. Het zal in België gebeurd zijn door onwetendheid. En dat kan natuurlijk hier ook gebeuren. Dus ik denk dat de mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij iets dergelijks, die zijn wel alert. Veehouders die zullen heus wel goed opletten inmiddels. Dierenartsen ook. Maar je weet niet precies wat er verder gebeurt. Dus het is in die zin echt spannend. Nu zijn we even echt wakker geschud door België. En dat is heel goed. En of er een uitbraak komt, dat weten we niet, of het in Nederland komt. En als het komt, je weet ook niet wanneer. Dus dat kan volgende week zijn, het kan over een maand zijn, het kan over een jaar zijn. Het kan ook ons land voorbij gaan, toch. Dat weten we ook niet van tevoren natuurlijk. Dus je moet wel alert blijven. Afgelopen dinsdag was er groot overleg tussen dierenartsen van verschillende sectoren. Donderdag is er een nieuwsbrief uitgegaan naar de dierenartsen met alle informatie. En daar hebben we puntsgewijs natuurlijk heel duidelijk ingezet van wat zijn ook weer de symptomen, wat is het meldnummer als er symptomen zijn, waar kan ik dan heen bellen, wat moet de NVWA, wat betekent een eventuele uitbraak, wat moet ik doen, maar wat moet ik ook niet doen. Stel je bent op een bedrijf en je hebt een vermoeden, waarschijnlijk ben je dan al op een bedrijf geroepen omdat de veehouder een vermoeden heeft. En het is natuurlijk heel erg spannend om eventueel de eerste te zijn die melding doet. Maar doe het alsjeblieft, dat is onze. Beter een keertje te veel gemeld dan te laat of niet gemeld. Want met zo'n virusuitbraak, alles snelheid van handelen is natuurlijk heel erg belangrijk. De open dag van KI Kampen is een groot succes geworden. Duizenden belangstellenden konden aan de hand van 5 dochtergroepen met eigen ogen zien wat de fokresultaten zijn van de kamperstieren. Mensen zien toch graag levende dieren trekt. En dat hebben we hier en dan zie je ook aan de opkomst, levende dieren, dat is het toch wel, denk ik, momenteel in de veehouderij. Alles wordt al een beetje in een kwaad daglicht gezegd en juist hier promoten we mooie koeien, koeien die er fantastisch bij staan, waar ook extra aandacht aan wordt besteed, in het zonnetje worden gezet. Dus een mooie promotie voor de huidige landbouw, denk ik. Het was dus voor de bezoekers vooral veel kijken en genieten. Uiers, benen, gezondheidskenmerken is tegenwoordig ook heel belangrijk. Zeker met onze nieuwe fosfaatregelgeving. Ieder dier moet erg goed zijn. We kunnen geen missen permitteren. Je gaat een stier dus gebruiken en dan verwacht je van, hey, dat zie ik straks ook bij de dochters ervan. En dit is er een mooie bevestiging van. En met zoveel mooie dochters op het podium waren er natuurlijk ook publiekslievelingen. Nou, ik denk dat vandaag, als ik het publiek hoor, dat Denshot een fantastische dag doormaakt. Ook Bram Vigor. En niet te vergeten Jotani, denk ik. Ik denk dat de meeste veehouders toch het meest aanspreekt. Nou, de dieren die vertonen heel veel melkrijkheid. Zeker de Jotani-dochters. Nou, Bram Vigo is even een iets ander kleurtje vandaag. Maar ook met het. Nou, er zijn toch ook een groep veehouders die zoeken even wat anders. En die zijn echt verrast door de Bram Vigo-dochters. Goeie uiers, prima benen en prima productiekoeien. Dus wat wil je nog meer als veehouder? Melkveehouder Erik van Oosterhout uit Maren oogste deze week zijn soja. Dat gebeurt dit jaar 2 weken eerder dan normaal. Ja, het gaat eigenlijk best aardig met een hele mooie winderige dag. En de combine die oogste sojabonen gewoon droog. Zeg maar. Ze zitten bijna tegen helemaal droog aan. Dus ze zouden eigenlijk zo in de opslag kunnen. En de warme dagen deed de soja natuurlijk goed.
zoveel warme dagen gaat, zoveel zondagen. En dat is precies wat soja nodig heeft. Maar toch hadden de planten wel last van de droogte. Behoorlijk wat. We hebben ze 3 keer beregend en ik denk dat ze dat nodig hadden deze keer. De 15 ton sojabonen worden samen met ongeveer 50 ton mais gemalen. Vervolgens wordt het product ingekuild. En volgend jaar zomer aan de koeien gevoerd. Ik ben eigenlijk net klaar afgelopen week met alles van vorig jaar. En ik verwacht allemaal dat ik er in juni ongeveer mee begin. En dan weer tot september, ik hoop oktober, weer te voeren zo ongeveer. De opbrengst ligt op ongeveer 15 ton van 3,5 hectare. Ja, kunt u nog iets vertellen over droge stofgehalte? Ja, de sojabonen die zou je nou bijna zo kunnen oogsten en droog opslaan, zeg maar. Ik denk dat ze ongeveer 18% zitten. We moeten aan 15% zitten, wil je ze droog opslaan. Maar hameren, dat kan altijd. Dan kan ze ongeveer tot 26% droge stof. Dus wat dat betreft is dit, of 26% vocht, zo moet ik het zeggen. We hebben nu de omstandigheden dat we ze bijna zo, net als graan, zeg maar, droog kunnen oogsten. En dat gebeurt in Nederland echt heel weinig. Maar zo gaat het wel. Ja, met hameren gaat het altijd. Maar het is vroeg. Normaal zitten we tweede week oktober. En nu zitten we september natuurlijk nog en nu al zulk mooi weer. Voor schapenhouder Ronnie Boele in het Drentse Heiken zijn het drukke dagen, want het is lammertijd. De Flevolander ooien staan bekend om hun hoge vruchtbaarheid, waardoor ze elke 8 maanden lammeren kunnen krijgen. En dat is dus de belangrijkste reden voor Boele om te werken met dit ras. Puur om de productie. De productie van de lammeren. En we zijn fokker, dus het doel is om fokmateriaal te verkopen. Op het moment is er gewoon veel vraag. Want je ziet gewoon een trend dat iedereen, of heel veel schapenhouders, kiezen voor productie, zoveel mogelijk lammeren produceren. En daar is de schaap ook geschikt voor. Dit zijn allemaal lammeren van drielingen, vierlingen. We laten alle twee bij de moeder. En de rest gaat aan de lambaar. Die fokken we kunstmatig op. Met poeiermelk. Tot een week of 8. En dan gaan ze weer bij de groep. Deze twee zijn 2 dagen oud. De eerste dag geef ik ze altijd wat biest met de fles. Vandaar dat ze nu ook nog zo mak zijn. Komen nog vanzelf naar je toe. Lammeren in de wei is voor velen een typisch lentetafereel. En met 3 lammerperiodes per jaar heeft Ronnie Boele dus regelmatig iets uit te leggen. Vooral in het najaar is het gewoon geweldig, want we zitten hier langs een wandelroute, fietsroute. Dus mensen vinden dat geweldig. Die snappen er niks van dat er lammetjes buiten lopen in september. Ja, dat is leuk. Bij Flevolander Fokkerij Het Makkenschaap richt de familie Boele zich op het fokken van zuivere stamboeklijnen en het verkopen van een lekker stukje lamsvlees. Een zware tent in de buurt die je verkoopt alleen maar varkensvlees. Dus als je goede zwarm hebt, dan moet je schaap laten slachten bij de slager en die moet er dan wat lekkers van maken. En dan heb je een goed stukje schapenvlees. Het weer wordt u aangeboden door agrobeeradvies.nl.